Electric unicycle brothers. Waha. Waha. And electric unicycle father. Yes. This time I'm coming with you. Right to the future. The future is near. Ja, rechtdoor daar. Oh, die wind, hè? Sick, hè? Oh. Oh, maar dat maakt een raar geluid hier. Is je zo aan het piepen, joh? Al dat gepiep is niet goed, hè?
lekker hoor jongens. Echt hè? De yacht. Oh, jij ging hard. En ik weet niet dat als ik aan het biepen ben, dat hij aan het biepen is. Fietspad hier, links. Ja, links, links. Of oversteken, wat je wil. Oversteken? Ja, kan hoor, kan hoor. Maar je kan ook op de straat blijven. Hij doet gewoon iets in de midden. Of hier naar links of oversteken. Oké, okay, ik ga als recht. Nee, hier naar rechts. Hier. Oh, dat zou kunnen. Zo, we steken bij die paal zo. Een beetje omhoog. Hè? Durf je een beetje tegen de rand zo. Ja, zou ik probeer met mijn wiel. Nee, dat vind ik altijd wel een ding. Ja, dat is ideaal. In het OV en dan de laatste, de last mile solution achter in je wagen. Ja. Hoe kost zo'n ding nou? €589 is die. Zo'n 600 euro valt. Ja, vergeleken met een elektrische fiets. Ik heb een vader van 91. Het gaat steeds slechter lopen, een paar keer geprobeerd. Oké. Okay. Dit zet er alles wat voor jou, dan kan je tenminste een eind uit de voeten. Ik ben bij het bos heen, zo meteen. Je bent al in het bospark. Ja, maar deze paardjes die gaan nog wel. Maar... Ja, maar zo blijft hij ook, hè? Ja? Oh ja, dat stukje is dan een beetje hobbelig. Voor de rest is het gewoon dit soort. En dan komen we eruit en dan zijn we al gelijk bijna bij mijn huis. Ja, rechtdoor. Rechts is een kutroute. Zie je? Ik heb hier zelfs een dam, maar er is hier niet eens water. Nee, ja. Deze tijd van het jaar. Wow, shit! Ja, ik ook! Wow. Het is een beetje hommelig, hè? Ja. Als je zachter gaat is het erger, hè? Hallo. Hallo. Pa, wat ga je hard, joh. Je ging hard, man. Oh, shit.